Ik sta vandaag in het woonzorgcentrum Huis Sint-Coleta in Gent voor een project genaamd Ik zal je altijd horen. Dat is eigenlijk een samenzangmoment van mensen met dementie en kinderen uit het vijfde leerjaar uit een naburige school. En ik mag vandaag eens meedoen. Ik zal je altijd horen is een project gestart door Koor en Stem, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, enkele woonzorgcentra en HIC Volwassenenonderwijs. En het wordt gesteund door CERA en de Vlaamse overheid. Kunnen jullie misschien eens even uitleggen wat er hier straks gaat gebeuren? We hebben een intergenerationeel koor opgericht voor mensen met dementie en mantelzorgers. En zij zingen samen met kindjes van St. Paulus Instituut hier vlakbij. En van waar kwam dan het idee om niet enkel de personen met dementie te betrekken, maar ook kinderen? Bij mensen met dementie is het zo dat zij dikwijls nog contact hebben of wij contact kunnen maken met hen via muziek. Mensen die normaal gezien nog heel moeilijk praten, zie je dat er wel contact is als we muziek gebruiken. Ja. Contact tussen de kinderen en de persoon met dementie, die soms een gesprek aangaan. We hebben het een keer voor gehad dat er een kindje met een persoon met dementie een gesprek aan het voeren was, waar wij helemaal niks konden van maken, maar dat klikte dus tussen die twee. Amai, klinkt echt hartverwarmend. Zometeen gaan de mensen toekomen en ik kijk recht naar uit. Wij ook. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het superleuk. Ik vond het wel leuk dat dat zo van die oude liedjes vooral ook waren. Kijk je er naar uit om terug te komen? Ja, zeker. Ja. Hebt u ervan genoten? Ja, ik heb ervan genoten. Ja, maar ik heb zoveel gezongen. Ik moest een half uur rijden met mijn fiets en ik zong op mijn fiets. En ik heb ook veel gezongen in mijn klas met mijn kinderen. U was leerkracht. Zullen we samen nog een koffietje drinken? Voilà. Ja, super. Kom. Geniet van uw koffie. Ik geniet. Welk effect heeft dat op de mensen en op de kinderen om zo samen te zingen? De meeste mensen herinneren zich wel liedjes en na enkele pogingen zijn ze wel mee, hoor, volledig. Ja. Oh, dat komt altijd terug. Die mensen ook, ze zijn een uurtje van hun kamer. Ze zijn bij de mensen, ze horen iets. Ik vind dat, ja. Ik vind het echt fantastisch wat jullie hier allemaal doen. Merci voor het gesprek. Geen enkel probleem, met veel plezier. Ik vond dit echt een prachtige en hartverwarmende namiddag. Ik vind het fantastisch dat onder andere CERA zo'n project ondersteunt. Nu dat ik hier ben geweest en heb kunnen meedoen, zou ik zeker vaker willen terugkomen. Ik koos de foto met het Mens erger je niet spel, waar een man aan het spelen is tegen iemand anders. Omdat mensen zich nogal eens durven ergeren wanneer ze met iemand met dementie in contact komen. Omdat zij veel dingen herhalen. Omdat het soms lastig is om in hun wereld door te dringen.
Een tweede reden waarom dat ik deze foto gekozen heb, is omdat mensen met dementie eigenlijk zinvol willen bezig zijn. En dat die zinvolle bezigheden ja, eigenlijk een stukje ondergeschikt geraken aan zorg, aan begeleiding, aan ondersteuning. En het is natuurlijk heel belangrijk dat die twee samengaan. Wat buren en vrienden kunnen doen, is op regelmatige basis op bezoek komen. Eventjes binnenspringen, een goede dag komen zeggen. Zijn zaken die een wereld van verschil kunnen betekenen, maar soms een kleine moeite zijn voor de persoon die dat bezoek aflegt. Zorgzame samenleving zorgt er ook voor dat de omgeving actief betrokken is bij mensen die er nood aan hebben, zoals mensen met dementie. En in die zin denk ik dat de foto's die in deze tentoonstelling zichtbaar zijn, dat die eigenlijk een heel mooi beeld geven, een heel mooi palet zijn van alles wat de samenleving vandaag biedt. Zij maken er deel van uit. Laat ons daar ook een steentje aan bijdragen. Beste kijkers, beste CERA-venoten, van harte welkom op het webinar van CERA. Mijn naam is Stefanie de Smet en bij CERA volg ik maatschappelijke projecten op die bijdragen aan een samenleving zonder drempels. Samen met onze partner Expertisecentrum Dementie Vlaanderen informeren we jullie graag over het thema dementie. Een thema dat CERA een warm hart toedraagt. Onze vorige webinars kan je trouwens gratis herbekijken op onze website www.cera.coop. En ook het webinar van deze avond zetten we zo snel mogelijk online. En als je dan toch op de website van CERA surft, check dan gerust even hoe je vernoot kan worden van onze coöperatie, zodat je als eerste op de hoogte bent van al onze fijne activiteiten en initiatieven. Trouwens, bijna 700 mensen schreven zich in voor het webinar van vanavond. Onder jullie tellen we 1 op 5 CERA-venoten. En vandaag trekken we alle registers open en gaan we op zoek naar manieren om ook met dementie te blijven deelnemen aan de samenleving. Waarom is aandacht voor het behoud van activiteiten eigenlijk zo belangrijk? Zijn er oplossingen te vinden bij veel voorkomende problemen? Zijn er ook digitale activiteiten? Waar kan je samen lezen en zingen in groep? En is het ook mogelijk om in alle rust en op maat een museum te bezoeken? We gaan zo meteen van start met een korte uiteenzetting door Patrick Verhaast, coördinator, begeleider, animator in de ouderenzorg van het CVO HIC. Nadien ga ik in gesprek met Lise Polvliet van Koor en Stem, Sophie Vermeire van M Museum Leuven en Dirk Terijn van het Lezerscollectief. Ik wil de sprekers alvast hartelijk danken voor hun engagement en komst naar onze CERA-studio in deze coronatijden. Patrick Verhaast, graag aan u het woord. Goedenavond. Ik zou mijn verhaal graag starten met het verhaal van Hubert. Hubert is een persoon met Parkinson, heeft de ziekte van Parkinson en een beginnende dementie. Woont in het woonzorgcentrum. De woonleefbegeleider vraagt van, ja, hoe zie je jouw leven? Wat wil jij, wat vind jij belangrijk in jouw leven? Wat zou jij graag nog van jouw leven maken? En natuurlijk, dat is een moeilijke vraag. Hubert kan daar zomaar niet op antwoorden. Maar de woonleefbegeleider luistert aandachtig en hij ziet op het moment dat Hubert over zijn dorp van oorsprong vertelt, ja, hoe zijn ogen gaan blinken. Hè? Hoe hij vertelt over hoe mensen hem aanspreken. Hoe hij vertelt over hoe mensen hem weten te vinden, hem kennen ook. Hè? En hoe hij vooral ook in de seniorenvereniging zijn volle rol kan spelen. Hè? De vereniging waar hij 2 keren per maand naartoe gaat, zijn voor hem hoogtepunten in de maand geweest. En de woonleefbegeleider stelt voor, tja, maar misschien moeten we eens kijken, zegt dat u iets, om in, in de seniorenvereniging nog langs te gaan. En Hubert reageert van, ja, goh, dat is toch moeilijk. Ik heb een rolwagen nodig, dat lukt mij niet meer zo goed. Mijn stem wil ook niet altijd zo goed mee. Mensen begrijpen mij daardoor ook niet altijd als ik zo in de drukte zit.
Maar goed, de woon-leefbegeleider weet dan toch wel ja, te overtuigen. Hè. Overtuigen is niet het echte woord, maar gerust te stellen. Hè. Gerust te stellen, want er is de mogelijkheid om met het liftbusje er naartoe te gaan en zo verder. Er is een vrijwilliger die begeleidt en zo verder. Goed. Die eerste keer loopt dat heel goed. Hè. En Hubert komt tevreden terug. En een aantal weken, maanden later, gaat de begeleider nog eens langs bij Hubert om eens te horen van hoe loopt het nu? Want hij is een aantal keren teruggegaan. Hè. Hij houdt er wel degelijk aan vast om dat te doen. En Hubert begint te vertellen, één, voor eerst, hoe hij geniet hè, van dat... van die bijeenkomsten van de Seniorenbond, hoe hij het ook wel wat anders aanpakt dan vroeger. Vroeger ging hij aan het podium zitten, hè, dicht bij de muziekboxen, want hij was een danser. Hè. En, maar nu zegt hij, ga ik aan de deur, dicht bij de uitgang zitten, aan het tafeltje dicht bij de uitgang. En dat is de plek waar veel mensen passeren, hè, waar mensen mij aanspreken als ze binnenkomen, als ze vertrekken, als ze naar het toilet gaan. En iedereen heeft mij gezien en ik heb met iedereen contact gehad. En hij zegt ook van, wanneer ik daar geweest ben, ja, dat weet je al, hè, dan moet je mij niet komen uitnodigen voor activiteiten. Ik hou het dan ook rustig. Maar eigenlijk ook de dag ervoor hou ik het graag rustig. De dag nadien moet ik wat op krachten komen en de dag ervoor probeer ik toch wel ervoor te zorgen dat ik me niet te veel vermoei, zodanig dat ik 's morgens, de dag daarna... fit ben en de dag ook hè, die activiteit aan kan, want het is wel juist, die activiteit is voor hem vergt wel wat. Hè. Wat Hubert doet, is iets wat ook wij vaak doen in en doorheen het leven. Hè. Heel wat mensen, wij allemaal, zijn ja, beperkt. Hè. En zeker met het ouder worden, ja, verliezen we wat mogelijkheden, verliezen we wat kracht, hè, zowel fysiek als mentaal. Elk van ons schrijft zo'n verhaal. Ik zal laten zien hoe willen, kiezen en loslaten daarin belangrijke elementen zijn hè, om ja, vast te houden hè, aan datgene wat ik belangrijk vind. Maar vasthouden betekent natuurlijk soms ook dat we andere vormen moeten vinden. Hè, wat Hubert wat heeft kunnen doen. Hè. De vraag is dan, wat kan dan wel nog met dementie? Belangrijke vraag om met de persoon ook te kunnen gaan zoeken en onderzoeken wat andere vormen zouden kunnen zijn van datgene wat van tel is. En een heel belangrijke invalshoek is natuurlijk ja, aan te sluiten bij wat mensen reeds kennen. Aan te sluiten bij het vertrouwde, maar zeker ook te kijken naar ja, nieuwe dingen. Mensen kunnen wel degelijk nieuwe dingen vaak nog ontdekken en daarvan genieten. En een laatste, spreek erover. Hè. En bespreekbaarheid. Het is soms nodig om hulp te kunnen vragen. Ja, hulp vragen veronderstelt natuurlijk dat ik ook durf zeggen van oei, het lukt mij niet zo goed om informatie bij te houden, bijvoorbeeld, en zo verder. Elk van ons schrijft zo'n verhaal. Je ziet een student die in tijdsnood zit hè, en die wel andere manieren zal moeten vinden om toch nog tijdig hè, al die cursussen gestudeerd te krijgen. Je ziet marathonlopers die ja, de dagen daarvoor optimaal gelet hebben op hun voeding, op rust, wel wat beweging, maar met mate om in topvorm te zijn op de dag van de marathon zelf. Je ziet een persoon met een handicap die... bijvoorbeeld na een ongeval, ja, een aantal mogelijkheden kwijt is die bijvoorbeeld hè, een rolwagen moet gebruiken. Het is bijzonder opmerkelijk hoe mensen een immens grote ja, veerkracht kunnen laten zien. Veerkracht wanneer mensen met verlies geconfronteerd worden. Hè. En psychologen zijn in onderzoek gegaan, hebben in onderzoek gekeken wat nu maakt dat... mensen die, ja, die erin slagen om met toenemend verlies van mogelijkheden hè, toch nog staande te blijven in het leven. Hè. Wat doen mensen opdat ja, men zijn leven nog ten volle kan leven? Ook al ziet het er misschien helemaal anders uit. Hè. Wel, men ziet dan één, wat Hubert gedaan heeft, hè, keuze maken. Hè. Kijken van, begrijpen van dit is voor mij belangrijk.
Maar na die keuze ga ik ook kijken van hoe moet ik het misschien anders doen? Ik ga misschien hulpmiddelen nodig hebben. Hè? En misschien moet ik ook anders met mijn energie omgaan. Misschien lukt het mij niet meer om 2 uur bijvoorbeeld aan 1 stuk mijn hele moestuin of moestuintje te spitten. Om te spitten. Dus ik zal dat misschien meer in kleine delen moeten doen. Maar ja, zo is het ook bij mensen met dementie. Hè. Ook wanneer wij met mensen met dementie praten over... Ja, hoe kijk jij naar jouw leven hier in het woonzorgcentrum, maar evenzeer in de thuissituatie? Wat wil jij nog van jouw leven maken? Wat telt echt van jou? Ja, dan gaan we natuurlijk gaan zoeken naar waar houden mensen aan vast? Waar gaat de rug van rechten? Waar gaan de ogen van blinken? Hè? En dan zien we relief. Dan zien we dat sommige dingen nog heel erg sterk spreken en dat andere dingen ja, duidelijk niet meer per se hoeven. Hè? Maar we gaan vooral ook zoeken naar ja, wanneer de ogen gaan blinken, waarover gaat het dan precies? Gaat het dan over bijvoorbeeld het vieruurtje voor de kleinkinderen verzorgen? Of gaat het over het ontvangen van de kleinkinderen? Gaat het over de relatie met de kleinkinderen verzorgen? En misschien hoeft dat vieruurtje zelfs helemaal niet. Hè? Misschien is een chocomelk met een wafel voldoende, want het gaat niet zozeer over het eten, het gaat natuurlijk over die ontvangst. En dus kan het andere vormen krijgen als we maar die waarde, hè, datgene waar het in essentie om gaat, kunnen vasthouden. Dus het moet soms andere vormen krijgen. En dat is de zoektocht die ja, begeleiders doen, hè, samen met de betrokken persoon met dementie. Maar dat is natuurlijk ook net het gesprek ook wat je ja, als mantelzorger met de persoon kunt omgaan, kunt aangaan. Belangrijk in die zoektocht is dan natuurlijk goed te kunnen begrijpen wat er nog wel kan met dementie. En dan ja, is een bekend spreekwoord, hè, jong geleerd is oud gedaan. Wel, dat is in het kader van dementie toch ook wel een heel belangrijke. Hè. En ja, mensen vergeten een aantal dingen mogelijk. Hè. Bij de meeste vormen van dementie is dat natuurlijk het geval. Maar veel vaardigheden, veel handelingen, dingen die men levenslang gedaan heeft, hè, blijven vaak vrij lang bewaard. Hè. En kunnen mensen ja, zonder nadenken intuïtief doen. We zien dat mensen met dementie op een of andere manier steeds meer in het moment kunnen zijn. Hè. Het verleden wordt ja, vervaagd, toekomstplannen vervagen. Men maakt zich minder zorgen om ja, de dingen die zouden kunnen gebeuren, minder zorgen om de dingen die in het verleden gebeurd zijn, mogelijk wel over wat er hier en nu gebeurt. Hè. Maar dat betekent als de context aangenaam is, als het, ja, goed, de omgeving fijn is om te vertoeven, ja, dat met veel kans dat we dan in elk geval ja, het welzijn van de persoon toch sterk kunnen ondersteunen. Denken wordt wat moeilijker. Vooruitdenken, plannen maken, concreet kijken van wat moet ik dan allemaal doen. Hè. Dat wordt wat moeilijker. Maar vertellen gaat vaak nog zeer goed. En al zeker oude verhalen hè, vertellen, oude herinneringen bovenhalen, is een activiteit met een groot woord, is iets wat we kunnen doen in het contact met de persoon, waarbij we de persoon de kans geven hè, om te ervaren van, hey, ik zit hier in mijn sterkte. Wanneer ik oude herinneringen kan ophalen en ik merk dat ik daar niet hoef rond te twijfelen, omdat die nog goed in mijn geheugen zitten, dan voelen mensen een sterkte die men niet voelt in een gesprek over ja, moeilijke thema's waar plannen moeten gemaakt worden hè, of waar beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld recent geheugen. Hè. Dan riskeren mensen zich wat onzeker te gaan voelen. Verbeelding is iets wat bij dementie zeker ook nog in belangrijke mate mogelijk is. Hè. Wat, en we zullen dat straks zonder twijfel ook horen, hè, hoe bijvoorbeeld enkele woorden in een gedicht bijvoorbeeld beelden kunnen oproepen hè,
wat mensen ook op verhaal brengt, waar mensen ook gaan vertellen. Als het denken vervaagt, belangrijk om te begrijpen, dat dan ook het voelen en het intuïtief begrijpen meer naar voren komt. Mensen gaan vaak veel meer vanuit hun gevoel handelen, vanuit hun intuïtie handelen, voelen vaak ook, ja, soms zelfs beter dingen aan dan mensen die met het hoofd, zeg maar, een situatie benaderen. Als het voelen vervaagt, ja, dan komt het genieten van indrukken meer naar voren. Het genieten van muziek, het genieten van het samen zijn, het genieten van, ja, plant en dier, genieten van kinderen, genieten van sfeer. Heeft een meer zintuigelijke invalshoek, maar niet enkel, ja, niet in enge zin te bekijken, maar wel, ja, genieten en, ja, bijna letterlijk, hè, in het hier en nu aanwezig zijn. Met andere woorden, kunst en schoonheid, daar zijn mensen met dementie echt wel nog gevoelig aan. En we zien ook heel wat mooie kunstprojecten, hè, met mensen met dementie. We zien ook, en we gaan het straks ook horen, hè, hoe mensen met dementie kunnen genieten van bezoek aan een museum en zo verder. En natuur, bloemen en dieren, muziek, dans, samen zijn, samen eten, de gezelligheid van de tafel. In zekere zin zou elke dag, hè, of ja, zou het elke dag feest mogen zijn, want de gezelligheid van een mooi gedekte tafel, daar is men vaak wel nog heel gevoelig aan. Hè. Omgang met kinderen enzovoort. En dan heb je begrepen dat kerst, ja, dat een belangrijke en een mooie aanleiding is om samen met de persoon met dementie dat heel bewust in te gaan. Hè. De hele kerstsfeer opbouwen, samen opbouwen, daar een aantal activiteiten rond doen, het aankleden van de kerstboom en zo verder, kan een zeer dankbaar moment zijn om samen te beleven. Belangrijk, wat ik al zei, sluit aan bij wat je kent. Is een belangrijke invalshoek. Datgene wat vertrouwd is, geeft mensen vaak ook zekerheid. Men kent het en het geeft een gevoel van veiligheid. Blijf, sluit aan bij de verenigingen. Hè, blijf bij de verenigingen waar je lid van bent. En geef dat ook niet te snel op. Hè. Zoek misschien een nieuwe focus. Hè. Zoek misschien wel andere rollen. Hè. Misschien dat het niet meer lukt om de kassa bij te houden. Hè, maar kan je wel een rol spelen, bijvoorbeeld in het helpen klaarzetten van de zaal. Hè, samen met een aantal mensen. Dus... het krijgt een andere vorm, maar het erbij horen bij de vereniging is vaak uiterst belangrijk. Dat geldt ook voor het woonzorgcentrum. Mensen die in het woonzorgcentrum wonen, kunnen wel degelijk nog deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Belangrijk om daar met de woonleefbegeleider, animator zoals hij vroeger genoemd werd, het over te hebben. Maar probeer ook iets nieuws. We hebben geleerd van de mensen van het Ventiel dat, ja, iets nieuws doen zorgt ervoor. Dat betekent dat ik niet met mijn verlies word geconfronteerd. Want ik ben alleen maar aan het leren. Hè? En ik ontdek. Iemand zegt bijvoorbeeld, ja, kaarten kan ik echt niet meer. Maar ik ontdekte het zingen en ik begon met schilderen. En dat gaat mij goed af, verbazend goed af. Hè. En ik heb dat nooit gedaan. Dus nieuwe dingen kunnen wel degelijk. Hè. En belangrijk om die ongekende mogelijkheden ook aan te boren. Belangrijk daarbij is ook te begrijpen dat mensen met dementie wel degelijk ook nog kunnen leren. Hè. Dus in die zin geldt ook... ja, het gezegde, ook oud geleerd is oud gedaan. Hè. Het gaat dan niet meer over leren in de betekenis van het leren van de student. Het gaat niet meer zozeer over het opslaan van feitelijke informatie, maar het gaat des te meer over leren bijvoorbeeld een lied, hè, een nieuw lied te zingen. Hè. Dat zullen we misschien ook straks nog horen, hè, hoe mensen met dementie wel degelijk in de context van samenzang de mogelijkheid hebben om nieuwe liederen aan te leren. Met andere woorden, dementie is niet alleen verlies. Hè. We verliezen veel als we met dementie te maken krijgen, maar er is zeker ook veel groei mogelijk.
En ook hier wil ik toch nog eens naar het woonzorgcentrum verwijzen. Het woonzorgcentrum is een nieuwe context. Dus ja, al bij al misschien wat vreemde context op het eerste gezicht. Maar het is bij uitstek ook een context waar ik met veel nieuwe dingen in contact kan komen. En ik, ja, ongekende mogelijkheden kan aanboren. En vergeet dan ook niet, ja, er kan meer dan je denkt. Hè. Er is een groep mensen met jong dementie, met begeleiding, hè, naar de Alpen getrokken. Hè, en hebben daar een stevige bergtocht gestapt. Het Ventiel in Kortrijk, een buddywerking voor mensen met jong dementie, organiseren een theatervoorstelling met mensen met dementie. Hè. De Loteling is de titel. Misschien moet je daar eens naar kijken. Er zijn zeker nog opvoeringen. Wel, mensen met dementie spelen zelf theater. Op een iets of wat andere vorm. De tekst is niet vaststaand. Elke voorstelling is weer anders. Maar mensen met dementie krijgen bijvoorbeeld ook een vraag en antwoorden. Ja, zoals het antwoord hen op dat moment ook te binnenvalt. Mensen met dementie kunnen wel degelijk theater spelen en in zekere zin is dit zelfs nog meer kunst, hè, nog meer expressie dan wanneer je in het theater een vaste tekst van buiten gaat voorstellen. Wat in dat zoeken naar nieuwe vormen en vasthouden aan wat ik belangrijk vind, maar ook het... Ja, het beroep doen op anderen om mij daarin te helpen. Wat daarin zeer belangrijk is, is de bespreekbaarheid van dementie. Wanneer ik niet voor mezelf natuurlijk kan benoemen van ja, ik heb dementie en sommige dingen lukken niet meer goed en daar en daar en daar heb ik hulp bij nodig, ja, dan is het natuurlijk een stuk moeilijker. En het probleem is natuurlijk ook dat ja, dementie vaak niet zo zichtbaar is. Hè. Een rolwagengebruiker, ja, die voor een trap staat, ja, daar ziet de omgeving ook snel dat hij hulp nodig heeft. Bij iemand met dementie is dat minder vanzelfsprekend. Hè. We zien, ja, als het moeilijk is om erover te spreken, dat mensen dan wel eens de neiging hebben om de schijn op te houden en te doen alsof het wel zal lukken, hè, maar zich ondertussen mogelijk wel heel verloren kunnen voelen. En je ziet op het moment dat het kan benoemd worden, dat er vaak heel wat ontspanning ontstaat en dat het vragen van hulp veel makkelijker gaat. En in die zin is het getuigenis van Sibyl sprekend. Sibyl vertelt hoe zij met haar dochter op restaurant ging. Zij ging naar het toilet, zij vond dat. Maar als zij uit het toilet terugkwam, vond ze de tafel niet meer terug. Het was een redelijk groot restaurant, of een brasserie met redelijk wat hoeken en kanten, zeg maar. Hè. En zij stapt op de ober af en ze zegt van... meneer, ik heb dementie, kan jij mij helpen? Kan jij mij zeggen waar ik daar straks zat? Hè? En ze voegt eraan toe, ja, weet je, het er gewoon uitgooien, ja, dat vind ik het makkelijkste. Hè. Dan voel ik me beter. En het maakt dat ik bij veel mensen terecht kan. Het is ook zo. Sibyl kan bij heel veel mensen zeggen, ook spontaan, joh, maar nee, als uw man weg is, dan kom dan gerust bij mij. En dat heeft alles te maken met het feit dat Sibyl ja, dat zo er gewoon kan leggen. Waardoor dat het ook voor ja, de mensen in de omgeving natuurlijk een stuk makkelijker wordt om met Sibyl, ja, Sibyl te ontvangen. Dus Het mysterie is er wat af, het onzekere is er wat af. En men kan samen verder. Ook het verhaal van Mieke wil ik toch niet u onthouden. Mieke, wiens moeder het heel moeilijk had. En de moeder was heel gemakkelijk boos. Wilde aan niks meedoen. En op een gegeven moment waren ze gaan winkelen, kleding gaan kopen, geloof ik. En het was wat moeilijk gelopen. De dame was ook wat gefrustreerd om het feit dat het zelf betalen niet lukte. En dat ze hulp nodig had ook bij het aantrekken van kleding. En was daar wat gegeneerd rond. En in de auto... Ja, de sfeer was geladen. En Mieke zegt heel spontaan op een gegeven moment... Moeder, kende dat lied van... Er zaten twee motten in mijn oude jas. Ja, zegt de moeder. En ze begint meteen het lied te zingen. En wel, zegt Mieke... Het is misschien moeilijk en het is misschien cru gezegd. Maar eigenlijk, moeder,
we moeten het toegeven, er zitten twee motten in uw kop, in uw hersenen. En ja, daardoor gaan een aantal dingen moeilijker. En moeder moest hartelijk lachen. En de hele terugrit naar huis zingen ze het lied Er zitten twee motten in mijn oude kop. En wonder boven wonder, iedere keer wanneer ja, op een gegeven moment als het moeilijk gaat en als moeder gefrustreerd is, dan begint Mieke het lied te zingen en er ontstaat ontspanning. Het is niet minder lastig natuurlijk, het is niet minder moeilijk, maar de moeder van Mieke kan op dat moment hulp aanvaarden hè, en kan op die manier weer hè, in haar volle kracht staan. Daarom wil ik toch graag verwijzen naar de assistentiekaartjes die ontwikkeld zijn in de werkgroep van mensen met dementie die samen in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen en Expertisecentrum Dementie deze kaartjes ontwikkeld hebben. Een kaartje voor iemand met dementie zelf, waarin die door het kaartje te tonen aan anderen hulp kan vragen zonder daar veel woorden aan te geven. Want het verwoorden is soms ook moeilijk. En je ziet, de tekst is, ik heb dementie, graag jouw begrip. En aan de achterkant kan de mantelzorger bijvoorbeeld zijn naam noteren en een telefoonnummer. In het bijzonder natuurlijk handig wanneer iemand de weg kwijt zou zijn geraakt. En parallel daaraan een kaartje voor de mantelzorger om eigenlijk heel gewoon, heel eenvoudig weg duidelijk te maken van kijk, dit is er aan de hand. Je kan het niet zien dat het om dementie gaat. Vandaar dus graag wat begrip. Goed, ik rond af met kort wat samen te vatten. Belangrijk, goed te kijken van wat vind ik belangrijk. Goed te kijken wat vindt vader belangrijk, moeder belangrijk. Hè. En hoe kunnen we dan een andere vorm vinden? Een andere vorm, een nieuwe focus. Probeer ook nieuwe zaken. En voel en kijk wat lukt, wat niet lukt. En hou vast aan wat wel lukt. Durf erover te spreken. Durf hulp te vragen en besef, u met dementie, u als mantelzorger, wij allemaal, wij hebben anderen nodig. Het is een gegeven van ons mens zijn. Dank u wel. Dank u wel, Patrick, voor jouw zorgvuldige toelichting. We zien jou straks terug bij de vragenronde, want nu mag ik Lise Polvliet van Koor en Stem en Sophie Vermeire van M Museum Leuven en Dirk Terijn uitnodigen om deel te nemen aan een gesprek over dagactiviteiten, dagbesteding. Hallo, fijn dat jullie er zijn. Bedankt Hallo. Om te komen in deze coronatijd. Ik ga misschien starten met Lise. Het is heel veel gegaan over zingen in de uiteenzetting van Patrick. Waarom is zingen zo een fijne activiteit en waarom is dat zeker zo voor mensen met dementie? Zingen heeft sowieso een positief effect op het welbevinden van iedereen. Dus niet alleen van mensen met dementie. Maar we merken wel dat muziek eigenlijk heel lang bewaard blijft in de hersenen. En dat samen zingen bij mensen met dementie soms een van de laatste toegangspoorten is om contact te maken. Ja. En dat is eigenlijk wat we met samen zingen willen doen. We willen contact maken, we willen verbinding maken met de mensen met dementie. Tussen mantelzorger en persoon met dementie. Maar ook de persoon met dementie met zichzelf. Want heel vaak worden met de mensen met dementie geconfronteerd met wat er niet meer lukt. Mm-hmm. Samen zingen is iets wat heel vaak wel nog lukt, waardoor ze het gevoel hebben van kijk, dit kan ik nog wel. Ja, ja. Het gaat dan niet enkel over het actief meezingen. Uiteraard gebeurt dat. Hè. Wij zien mensen die echt redelijk ver verzonken zijn al en toch nog liederen mee kunnen zingen van vroeger. Ja, ik heb begrepen, mensen die al lang niet meer praten, ja. dat die dan toch in één keer Klopt. Liedjes uit hun kindertijd ja. volop meezingen. Klopt, dat is omdat die muziek zo ingebakken zit in de hersenen, ja. dat dat echt herinneringen oproept en dat dat wel nog naar boven komt. Dat is eigenlijk een soort van handeling die zo ingebakken zit, ja. dat dat spontaan komt. Dat moet dan wel heel emotioneel zijn voor de mantelzorger ja. Om de stem terug te horen. Hè, van... Absoluut, maar ook voor de persoon met dementie zelf. Uw stem is iets heel persoonlijks mm-hmm. En dat komt terug naar boven. Dat is, je hoort jezelf ook op dat moment en je wordt ook gehoord in alle betekenissen van dat woord. Ja. Maar ook de mensen die al verzonken zijn,
die niet meer actief kunnen deelnemen aan een samenzang, zien wij ook nog wel reageren op muziek. Het is al door beweging of door mee te tikken met de maat, merken we toch dat die muziek ook op hen nog een effect heeft. Ja. En je zegt samen zingen, is dat dan mensen met dementie met begeleiders of met mantelzorgers? Of hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Ja, dus mensen met dementie met elkaar, maar ook met vrijwilligers, met mantelzorgers, met begeleiders. Dat hangt eigenlijk heel hard van de setting af. Er zijn verschillende samenzangmomenten in Vlaanderen die het allemaal anders aanpakken. Mm-hmm. We streven er natuurlijk wel naar om voor elke persoon met dementie een soort van begeleider in de vorm van een vrijwilliger of iemand van het woonzorgcentrum of een mantelzorger te hebben. Ja. Het is de bedoeling dat we echt dat contact kunnen gaan bewerkstelligen, dat we mensen echt verbinding kunnen laten maken. Ja. En die verbinding kan natuurlijk alleen als er iemand is om verbinding mee te maken. Ja. En hoe zit dat dan als je... Ja, ik kan bijvoorbeeld zelf helemaal niet mooi zingen of heel zuiver zingen, vind ik zelf. Ik ben zeker dat er nog mensen zijn die niet zo mooi zingen als Natalia bijvoorbeeld. Hoe wordt dat opgevangen? Is dat erg? Nee, trouwens, iedereen kan zingen. Ja. De kwaliteit van het zingen is absoluut niet belangrijk. We willen juist dat contact gaan maken. Dus of dat jij nu de noten allemaal zuiver raakt, is helemaal... Dat is echt ondergeschikt. Ja, de kwaliteit van zingen staat echt niet... Niet centraal, nee. Absoluut niet. Het is echt het moment dat daar op dat moment leeft dat het belangrijkste is. Niet het feit van, zeg maar, een buurman die heeft 3 noten fout gezongen. Ja. Dat is, en is er ook niet zo'n beetje schroom om te zingen? Van, als ik het hier dan niet goed doe? Of stappen mensen daar snel over? We merken die schroom het vaakste bij de mantelzorgers of de vrijwilligers. Omdat die zich nog heel bewust zijn van wat ze doen, de mensen met dementie. Hebben daar eigenlijk weinig schroom over. Ook omdat zingen vroeger veel meer ingebakken zat in de cultuur. Mensen zongen met elkaar, mensen maakten samen muziek. Nu hebben we Spotify, iTunes, noem maar op. Waardoor je heel weinig nog zelf zingt of zelf in groep zingt. Als je nu aan een 16-jarige op straat vraagt van zing eens een liedje, die gaan nu allemaal aankijken van wat vraagt die? Ja. Terwijl mensen vroeger die maakten veel meer samen muziek. Dus de mensen met dementie hebben eigenlijk geen schroom om samen te zingen, nee. Oké. Stel, hè, ik zou graag de kijkers gaan misschien zich afvragen van waar in de buurt kan ik zo terecht? Want ik heb ook begrepen dat er koffie en taart aan te pas komt. Dat is een van de belangrijkste elementen. Hè. Dus we merken, als de mensen met dementie gezongen hebben, dat ze alerter en wakkerder zijn, waardoor dat het contact en de verbinding mogelijk is. Als we dan een koffie- en taartmomentje achteraf doen, dan kunnen die mantelzorgers ook in gesprek gaan. En dat is het hele fijne eraan, dat even een soort van hernieuwd contact is. Ja. Ook voor de mantelzorgers onderling is dat koffiemoment heel belangrijk, want dan kunnen ze ervaringen uitwisselen. Ja. Nu, waar kan je aansluiten bij zo'n samenzang? Dat is heel afhankelijk. We hebben een werking in de woonzorgcentra. Dus als jouw mama of papa in een woonzorgcentrum verblijft, is het best om te polsen of je dat daar kan opstarten. Ja. Of misschien bestaat het al. Of inderdaad bestaat het en pols er eens naar. We hebben ook een werking voor de mensen met dementie die thuis wonen, verzorgd worden door hun mantelzorger. Daar zijn op dit moment 3 pilootprojecten rond aan het lopen, die ronden bijna af. We hebben al een aantal spin-offs in Vlaanderen die dezelfde werking aan het doen zijn en die er echt op richten om de mensen met dementie thuis te bereiken. Nu, op onze website vind je daar de informatie over en kan je ook opzoeken. Dat is www.korenstem.be. Ja. Oké, super. Goed. Ik ga eens bij je collega Sophie. Hè. Samen zingen is één ding, maar jij werkt bij M in Leuven. En als je op de website surft van M, dan staat daar een heel duidelijk aanbod voor mensen met een beperking en ook voor mensen met dementie. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Ik wou jullie ook bedanken voor de uitnodiging. Het is heel fijn dat we ons verhaal met jullie mogen delen. Zeker. En ons verhaal gaat eigenlijk een beetje teruggaan, een beetje in het verleden duiken. In 2015 hebben we een heel mooi project gedaan, Wereld van Herinnering, mm-hmm. met verschillende partners, onder andere KU Leuven, UZ Leuven, ook Oxera en het expertisecentrum Dementie. Ja. En dat was tweeledig, want enerzijds hebben wij toen, en kom dan ook op mijn verhaal van de rondleiding, een dementievriendelijke rondleiding op maat gemaakt, samen met al die partners. En was het doel ook om dementie bespreekbaar te maken voor een breed publiek.
Dat betekende dat wij in het museum een hele expo hadden met getuigenissen, een herinneringskamer, maar ook een aanbod voor onderwijs, bijvoorbeeld lager onderwijs, secundair onderwijs, om echt ons te verdiepen in heel het verhaal. Ja. En natuurlijk, het belangrijkste was dat wij die rondleiding hadden, een dementievriendelijke rondleiding. Wat heel mooi was en heel bijzonder, is dat we dat een jaar gratis konden aanbieden aan de woonzorgcentra, omdat we subsidies gekregen hadden voor dat project. Ja. Dus wij zijn daar toen ook heel erg in gegroeid, samen gezocht van hoe kunnen we dit op punt stellen, wat is belangrijk, wat hebben we nodig. En onze gidsen die hebben bijvoorbeeld een vorming gekregen, ook over van het expertisecentrum, hoe werkt die ziekte nu en waar moet je op letten en wat zijn zo inzicht gekregen daarin. Om die rondleidingen echt op maat. Ja. En daarnaast ook de methodieken uiteraard, gespreksmethodieken, wat is er nodig. Ja. Mensen, en bestaat dat vandaag nog, die rondleidingen? Ja. We zijn zoveel jaar verder. We zijn zoveel jaar verder en die rondleiding bestaat nog steeds. Jammer genoeg kunnen we ze nu weer eventjes door de maatregelen niet aanbieden, dus dat is heel jammer. Maar van zodra het kan, bieden we die zeker nog aan. Jammer genoeg ook niet meer gratis, maar aan een heel democratische prijs. En ook zo... Hoeveel kost dat dan? €5 per persoon. Ja. Okay. En een normaal toegangsticket is €12 per persoon en dan betaal je ook nog een gids. Dus als je die vergelijking maakt, is het zeker democratisch. En ook omdat je geen minimum aantal deelnemers moet hebben. Ja. Als je nu zegt, ik wil heel graag met mijn moeder of vader zo'n rondleiding komen volgen, dan kan dat ook perfect voor twee personen. En is dat ook voor mensen met dementie die niet in een woonzorgcentrum verblijven? Want je zei daarnet, het project is gestart vanuit de woonzorgcentra. Wat met mensen die nog thuis wonen? Dat kan dus zeker, omdat we juist geen minimum aantal deelnemers vragen. Ja. Maar dat is iets dat ook nog moet groeien, dat verhaal. En mensen ook nog. En dus dit is een heel mooi moment. Om dat ook wel eventjes te vermelden. Ja. Ja. Had ik nu ook op de website niet gelezen dat je het zo'n 3 weken op voorhand moet aanvragen en dat het voor de begeleider van de persoon met dementie, dat is gratis. Ja, klopt. Ja. 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 En ik had nog iets leuk gelezen, dat als je aankomt aan het station, dat jullie daar ook een speciale service aanbieden. Ja. En dat is eigenlijk niet enkel voor personen met dementie, maar voor iedereen die het nodig heeft. Dat kan gaan voor mensen die een visuele beperking hebben bijvoorbeeld, of een rolstoel, of eender welke. Ze hoeven dat zelfs niet te verantwoorden. We zeggen van, ik heb graag begeleiding van station naar museum. Dan hebben wij vrijwilligers die daar ook voor opgeleid zijn, die mensen aan het station gaan opwachten en tot bij en brengen. Ja. Natuurlijk. Hoe ervaren de mensen met dementie en de mantelzorgers zo'n rondleiding? Vinden zij dat zijn dat mensen die vroeger ook al kwamen? Of is dat een nieuw publiek dat jullie op die manier aantrekken? Beide, denk ik. En het wordt, en ik denk dat is daarnet ook zo heel mooi geponeerd. We vertrekken echt, of we proberen vanuit iets positiefs te vertrekken, vanuit de verbeelding. En vanuit herinneringen die kunnen opgeroepen worden. En dat is net zoals bij het zingen eigenlijk. Heel veel overeenkomsten. Ja. We hebben trouwens ook eens een activiteit gehad waar dat door de studenten van het Lemmens zijn dan komen zingen samen met personen met dementie bij die kunstwerken. Dus er is heel veel overlap. En het is heel mooi hoe dat een gesprek kan openen. Ja. En emoties naar boven brengt ook. En dat kunnen soms triestige emoties zijn, maar dan is die plaats er ook. Of heel grappige, of mensen kunnen ineens beginnen over een kledingstijl door een kunstwerk dat ze zien. Wat dat denk ik heel fijn is in M, is dat onze collectie heel breed is. We hebben oude kunst, maar we hebben evengoed ook zilveren lepels en snuifdoosjes. Ja. Maar ook moderne en hedendaagse kunst. En dat spreekt verschillende personen aan. Ja, ja. Dat maakt wel aan onze gidsen daar ook heel flexibel in zijn. En dat er echt ook tijd wordt genomen om in dialoog te gaan met die kunstwerken. En er wordt soms ook bij jullie dus spontaan gezongen. Ja, dat gebeurt. Ja. Dat de mensen beginnen zingen. En daar is ook ruimte voor, want ik herinner mij als kind, als ik naar een museum ging, dat ik heel stil moest zijn. Maar ondertussen zijn de tijden wel veranderd. Daar is zeker ruimte voor. En ook als praten of zingen moeilijk gaat, hebben wij ook altijd een koffer bij, waar dat de zintuigen, bijvoorbeeld iets waar iets aangeraakt kan worden of een geur die iets kan oproepen. Dus dat zijn ook, daar zijn we heel erg mee aan het experimenteren, wat dat ook kan betekenen. Dus die totaalbeleving staat centraal. En
In andere rondleidingen gebruiken wij dat ook wel. Dus dat, ja. dat inclusieve, daarin vind ik ook wel ja. iets om te benadrukken. Zeg, en is dit aanbod eigenlijk enkel ter beschikking in Leuven, bij M? Of zijn er ook andere musea die ook heel hard inspelen op al die methodieken en manieren om mensen met dementie te bereiken? Ja, zeker. Er zijn heel veel musea mee bezig. Ik denk aan het MUCA bijvoorbeeld, die is daar ook al heel lang mee bezig. Meet Me at MUCA. Die dan heel erg inzetten op personen met dementie en hun mantelzorg. Daar een rondleiding van ontwikkeld hebben. Het Middellijnmuseum, het SMAC. Maar er zijn er zeker... Ik zou er nog veel meer kunnen opnoemen. En alleen, niet alleen in Vlaanderen, maar zelfs ook over heel de wereld. Dat is echt wel een middel dat we ontdekt hebben in de musea. Ja. Want dit werkt heel mooi en dat is ook zo'n mooi verhaal. Ja, inderdaad. En nu we het hebben over verhalen, kom ik heel spontaan bij Dirk. Jij bent actief bij het Lezerscollectief. Misschien eventjes duiden, het Lezerscollectief, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doen jullie? Ja, wij zijn een groep mensen, vele vrijwilligers, ook mensen die als beroepshalve zijn opgeleid. En we concentreren op ons samenlezen. En samenlezen is eigenlijk een methode ontwikkeld in Groot-Brittannië. Shared reading heet het daar. En is een beproefde methode waarin mensen voorgelezen worden, soms een stukje zelf lezen. In een verhaal wordt er ook gestopt. Dus het creëert interactie, verbinding. Je zou kunnen een beetje vergelijken met samen zingen. Ja. Maar daar zie ik dan toch de moeilijkheid als je geheugenproblemen hebt. Ja. Hoe doe je dat dan? Moet je dan een boek helemaal op voorhand gelezen hebben? Nee, dat nee, is nee. toch niet... Je leest in het moment. Hè. Dus als je de inleiding van Patrick ook hebt gehoord. Hè. Dus de krachten van in het moment gaan staan. Het moment, in het moment een verhaal beleven. Dus het zou helemaal niet werken om een verhaal uit te lezen en dan een reflectie erover, want er zou wel heel veel verloren zijn. Ja. Maar in dat moment komen er ontzettend krachtige dingen naar boven. Dus de mensen worden voorgelezen? Worden voorgelezen, ja. gaan ook aan de hand van zeer open vragen of al reacties van anderen aan de slag met dat verhaal. Ja. Het is ook helemaal geen probleem dat iets terugverteld wordt. Dat is dikwijls iemand die naast je zit die dat doet. Dat hoeft niet altijd een begeleider te zijn. En dat maakt het zo krachtig. Mijn moeder heeft zelf Alzheimer. Op een bepaald moment wordt ze zelf heel hard aangesproken door een gedicht. Uw kinderen zijn uw kinderen niet, van Cahil Gibran. En ze zegt zo heel fel, hè. Mijn moeder kan heel fel zijn, zegt ze... Uw kinderen moet je loslaten, maar uw kinderen blijven altijd uw kinderen. En haar buurvrouw, vertelt de leesbegeleidster, die wordt zo... Bijna wakker, zeer alert, want die denkt, als iemand daar zoiets fel bij zegt, dan moet ik daar ook iets over zeggen. Ah, ja. Wat vind ik ervan? En dat is zo mooi. En ook dikwijls verschillend, hè, dat begeleiders ook zelf zeggen, het is niet altijd mijn rol. Ze maken elkaar als het ware actief en wakker in het moment. Ja. En dat is mooi. En je spreekt van de begeleiders, dat zijn mensen die voorlezen. Wie zijn dat? Zijn dat mantelzorgers? Zijn dat professionals? Zijn dat zelf mensen met beginnende dementie? Bij mijn moeder bijvoorbeeld is het iemand, een professional uit het woonzorgcentrum, die is opgeleid. Maar we hebben ook heel veel vrijwilligers. Ik denk dat het heel mooi is dat we een mix hebben. Want we hebben in corona gezien dat natuurlijk die professionals konden voortwerken. Ja. Vrijwilligers eigenlijk ook een tijd hebben moeten wachten om voor te kunnen. Nu gelukkig, hè, we leren natuurlijk met die pandemie leven. We zijn natuurlijk ondertussen ook gevaccineerd. We kunnen daar inderdaad in een veilige context ook terug mee verder. Maar ontzettend belangrijk, zeker in die lockdown, dat lezen was nog een beetje een poort op de wereld. Mijn moeder zei soms ook, dat is toch geen gevang. Hè? Dat was natuurlijk de beleving. Hè. Als je geen familie meer mocht zien, als je zo weinig volk over de vloer hebt, dan kom je toch in verhalen ergens in een wereld die wat groter is dan die alleen van het woonzorgcentrum. Ja. Dus voor je mama heeft dat samenlezen eigenlijk wel heel veel betekend. Ja, ook in haar rouwproces, want ze is haar echtgenoot ook, hè, mijn vader ook verloren. Niet aan corona, maar gestorven in de felle lockdown. Dus samen met de goede hulp die er in het woonzorgcentrum is geboden, ook in de begeleiding van haar rouwproces, want ze vergat dan soms dat haar echtgenoot gestorven was, is zij toch, ook mede door dat verhaal, maar ook door het samen zingen, heeft ze wel kracht gevonden om dat toch ergens een plek te geven. Ja, dat is mooi. Is dat ook...
Je hoort nu ook heel veel over druk in de woonzorgcentra, en mede naar aanleiding van corona natuurlijk. Kan dat ook een beetje de druk op de ketel een beetje minder zwaar maken? Ja, dat vrijwilligers dat ook vooral kunnen bieden. Hè. Een ploeg versterken in die zorg. Het is niet dat het dan niet begeleid wordt. Hè, door het, je kunt dat als vrijwilliger niet alleen. Dus er zijn natuurlijk nog altijd andere mensen die ondersteunen, die de mensen ophalen in hun kamer, die bijbrengen. Die ook zorgen dat die ruimte een beetje gezellig is gemaakt, wat apart krijgt. Een koekje. Kopjes, evenwicht, dat wit hotelporselein, maar zo dikwijls in de kringloopwinkel heb je mooie dingen gevonden die ook wel een vorm van gezelligheid oproepen. Ja, zeker. En dat maakt ook dat je mensen ziet stralen, genieten van dat verhaal. Dat genoeglijke is toch wel iets heel bijzonders. Ja. Jong geleerd, oud gedaan, misschien anekdote toen ik zelf, want de plek waar mijn moeder verblijft was een van de pioniers. In het starten met samen lezen, nog voor mijn moeder daar naartoe is gegaan. En de directeur vertelde mij, een van de 89-jarige bewoners had hem gezegd, waarom moet ik op mijn oude dag leren bingo spelen? En ik heb heel mijn leven gelezen, maar hier is geen aanbod rond lezen. En literatuur, ik kan het nu niet meer zelf. En de directeur had zoiets van, we moeten met dit verhaal in zee gaan. Ja. En tegelijkertijd, oud geleerd is oud gedaan. Ik vond het ook schoon om dat er net te horen, want we merken ook dat er mensen nooit gelezen hebben, maar ook wel aansluiten omwille van die gezelligheid. Ja, dat is bij jullie ook. Hè? Ja. Mensen die nooit gezongen hebben en dan toch van genieten. Ook wat Patrick daar juist zei, van, het is niet omdat je heel je leven iets gedaan hebt, dat je dan niet ineens kan leren zingen of het zingen kan ontdekken of het lezen kan ontdekken of in cultuur gaan bekijken ontdekken. Ja. Idem rond het museum, heel je leven geen tijd gehad en dan eindelijk er toch geraken. En die koffie en die taart, dat is natuurlijk wel... Iets extra, eten en drinken, dat is toch wel iets... Ja. Dat schept sowieso ook sfeer en gezelligheid. Ja. Dat maakt het allemaal huiselijker. Alleen al de geur, dat geeft ook wel een extra dimensie. Hè. Nu we hebben het nu natuurlijk over heel fijne activiteit, van kom uit je kot, doe dingen samen, verbinding, ontmoeting. Het is wel natuurlijk nog altijd corona. Hebben jullie daar een oplossing voor? Samen zingen? Ik hoor dat jullie zangkoren superverspreiders zijn. Hoe lossen jullie dat op? Ja, het is niet evident, hè, deze situatie. Nee. Nu, sowieso zijn er wel heel wat woonzorgcentra die wel zijn blijven zingen, maar dan zonder mantelzorgers, zonder vrijwilligers. Dus dat is eigenlijk het beoogde effect van contact maken, verliezen we dan een beetje. Ja. In die eerste lockdown hebben we geprobeerd om initiatieven op te zetten rond samen zingen via Zoom, et cetera. Ja, dat bleek een no-go te zijn. Ja. Maar uiteraard zijn we dan wel op die kar gesprongen, want corona is op dit moment nog niet gedaan en het blijkt nog wel eventjes mee te gaan met ons. Sowieso zetten we in op webinars ook. Onze vormingsactiviteiten die zijn allemaal geannuleerd, want dat is fysiek en in een kwetsbare doelgroep, dus die zijn geannuleerd. Maar we willen mensen natuurlijk wel de waardevolle effecten van samen zingen bijbrengen door webinars rond repertoire, rond samen zingen, rond mensen al prikkelen om aan de slag te kunnen gaan. En daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van Toolbox. Dat is een klein deviceje dat je in je computer inplugt en dat zou de vertragingen kunnen wegwerken, zodat samen online zingen wel mogelijk wordt. Maar dat staat nog in de beginfase, dus dat is op dit moment nog niet uitrolbaar. Maar als alternatief als het echt samen zingen natuurlijk niet kan. Ja. Nee, inderdaad. Ja. Ja. Digitaal kunnen we op wandeling door Museum M, ik weet het niet. Ja, dat klopt wel. We zijn daar ook heel erg zoekende in, hè, omdat we natuurlijk... Ja, we hebben die kunstwerken en dat contact en al de zintuigen, de afmetingen, de verf kunnen ruiken, als het ware. Heel belangrijk. Maar wij zijn tijdens de eerste lockdown ook echt wel M-digitaal gegaan, naar een breed publiek. Er waren 360 tours, dat je echt door de zalen kon wandelen. Maar wat we bijvoorbeeld ook gedaan hebben, is al onze audio materiaal dat we op zaal tonen, hebben we beschikbaar gemaakt via onze website. En zo hebben we bijvoorbeeld... We hebben, en dat is dan eigenlijk speciaal voor mensen met een visuele beperking, audiodescriptie. En dan wordt het werk echt beschreven. En we hebben daar dan Klinkt als kunst van gemaakt. Luister eerst eens wat dit schilderij of dit kunstwerk vertelt en kijk dan naar het beeld. Dat is heel kort.
En we hebben gevoeld dat dat door heel veel mensen werd gesmaakt en ook andere verhalen op onze audiotour. Dus die verhalen die hadden eigenlijk digitaal heel veel succes, oh, omdat mensen dat vanuit hun zetel ook wel konden beleven. Ja. Op een andere manier, zonder het echt te zien, maar dan te horen. Ja. Dus dat hebben we wel gemerkt, dat dat wel zaken zijn die wel succes hadden bij ons breed publiek dan. Ja. Ja. Zijn jullie ook zo creatief aan de slag gegaan? Ja, we zijn ook uiteraard online gaan lezen, maar vooral in onze andere doelgroepen. Ik denk dat we... je hebt natuurlijk ook ontwikkelingen. Hè. We hebben in het trouwproces van mijn moeder ook zo'n een iPadje, een compaan gekocht. Hè. Zeer eenvoudig te bedienen om te kunnen beeldbellen. Ja, we gaan die evoluties natuurlijk volgen of we daar iets mee kunnen doen. Maar ik voel toch bij onze vrijwilligers en ook onze professionals dat ze heel graag terug naar dat live gaan. Ja. Ik voel toch ook wel een grotere creativiteit en mogelijkheid, voorzichtigheid in de woonzorgcentra om dat toch te blijven organiseren. En natuurlijk in piekmomenten misschien eventjes het on hold te zetten, maar ik zie toch dat er terug heel veel activiteit is, omdat het ook heel belangrijk is om die vereenzaming. Ja. En we zitten nog altijd toch met een voorzichtig bezoek. Dat je die activiteiten toch ook blijft aanbieden. Ja. Dirk, iets anders. We hebben leuke plannen voor 2022. Kan je daar misschien iets over vertellen? Ja, absoluut. Met jullie, met CERA en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen willen we 12 leesbegeleiders opleiden. We gaan als lezerscollectief die de opleiding aanbieden. We geven die ook allemaal materiaal mee, verhalen die ze kunnen lezen. En er is een oproep op dit moment gelanceerd. Die loopt nog tot 6 februari, als ik goed heb. Middernacht. Tot middernacht. Ja. En dat is gericht aan woonzorgcentra en dagcentra of dagverblijfcentra. Ja. Die kunnen intekenen. En we gaan daar nog een tijdje mee verder, want we hebben al plannen voor het jaar erop om daar nog verder ook te gaan zoeken wat mantelzorgers in dit verhaal kunnen betekenen, hoe de buurt sterk kan geïntegreerd worden. Dat zijn allemaal elementen die we heel fijn met jullie samen gaan onderzoeken. We gaan daar zelf ook geweldig door leren, daar ben ik van overtuigd. En misschien eventjes iets over die opleiding. Wat houdt dat precies in, zo'n opleiding als leesbegeleider? Die duurt 3 dagen. De eerste dag gaan we heel veel zelf ervaren. Wat doet dat met mij als lezer of misschien niet zo ervaren als lezer? Hoe werkt dat bij mezelf in? Omdat dat toch iets heel belangrijks is, want je gaat dat als leesbegeleider in de andere positie zien. De tweede laag leer je eigenlijk heel hard de techniek. Hè. Hoe kan je naar die activatie gaan? Hoe zorg je dat je vragen niet alles dichtrijden? Hoe kan je eigenlijk de mensen het gevoel geven van wat we hier samen liggen, dat is het. Ik ga het u niet vertellen. Dus dat is die activatie is heel belangrijk. En de derde dag gaan we dan zelf in de oefening eigenlijk een beetje de voorbereiding op om de week daarop het samenlezen in het woonzorgcentrum, in het dagcentrum te gaan doen. En dan ook nog wat dingen over hoe dat je nieuwe teksten op een computer vindt, hoe je iets aankondigt, hoe dat je dat, misschien nog het publiek kunt recruteren. Ja. En in de toekomst willen we ook kijken hoe we daar bijvoorbeeld kinderen, zonen en dochters bij betrekken van familieleden. Want daar zijn ook prachtige verhalen van kinderen die soms zelf... Ja, beginnen de moed op te geven om te denken, mijn moeder herkent mij niet meer of mijn vader, dat contact is niet meer veel. Die vaak ontdekken in zo'n samenleessessie dat er nog heel veel mogelijk is en dat het soms ook een beetje ook hen kracht geeft om terug in die verbinding te gaan. Ja dat merken wij ook. Ja, dat is ook iets waar ons leeft. Ja. Het is allemaal heel gelijkaardig, hè? De effecten en het samen zijn en het belang van te blijven ontmoeten en proberen en dingen blijven aanbieden eigenlijk. Hè? Ik heb een beetje gespiekt naar de tijd. Ik ga eens kijken of er vragen zijn binnengekomen en ik ga Patrick er ook terug eventjes bij halen. Want voorafgaand was er al 1 vraag binnengekomen en die is voor jou, Patrick. Dat is een vraag van Sophie. En zij zegt, hoe kan je omgaan met weerstand en hoe kan je de persoon met dementie meekrijgen in dit verhaal? En ze zegt, mijn papa heeft geen ziekteinzicht, dus voor hem is er geen probleem. En hij zegt, het zou toch goed zijn om voor hem toch ook specifieke dagbesteding te vinden. Heb je een tip voor Sophie, voor haar papa? Ja, de vraag naar hoe omgaan met weerstand, dat is een moeilijk om daar een eenvoudig antwoord op te geven. Natuurlijk... De belangrijkste vraag ook is van waar komt de weerstand. Hè?
En in eerste instantie moeten we proberen dat te begrijpen. Betekent ook dat ik niet in gevecht ga in elk geval. Dat ik niet ga proberen tegen de wil van de persoon in, toch maar proberen hem mee te krijgen naar deze of geen activiteit. Maar te proberen te begrijpen van waar komt de weerstand. En we weten natuurlijk, zeker bij beginnende dementie, het zal niet zo, wellicht niet meer het geval zijn bij haar vader, maar zeker bij beginnende dementie, dat er vaak ook angst is om door de mand te vallen. Mm-hmm. Angst ook van, mensen hebben ook wel de ervaring dat in nieuwe sociale situaties dat men het niet goed kan volgen. En dan is de vraag, en dat hangt ook weer heel erg af van de persoon, van hoe kunnen we dan toch genoeg vertrouwen geven, misschien ook wel door duidelijk te maken van, ik ga mee met u en zo zal het verlopen en we kunnen eens proeven en we hoeven niet per se te blijven. Ja. Dat is ook iets waar jullie aandacht voor hebben, voor het op gemak stellen van de mensen. En allee, dat maakt er deel van uit. Sowieso, dat is de basis. Als mensen zich niet op hun gemak voelen, dan gaat er weinig kunnen groeien. Hè. Ja. Dus mensen moeten zich goed voelen, uiteraard. Dus het is gewoon eigenlijk durven de stap zetten en het is proberen. Ja. Ik had nog een vraag op voorhand, en ik denk dat die voor jullie allemaal is. De vraag van een bezigheid vinden zodat de mantelzorger ook eens op adem kan komen. Zijn jullie activiteiten daarvoor geschikt of is het echt de bedoeling om het samen met de mantelzorger te beleven? Kijk misschien eerst even naar jou. Ja, bij ons wel echt. Het is echt de bedoeling samen, om dat samen te doen, zodat dat het contact en de verbinding kan ontstaan tussen persoon met dementie en mantelzorger. In het museum, kan de persoon met dementie er alleen naartoe? Of is het echt wel de bedoeling dat er ook... Het is ook wel samen. Bij woonzorgcentra is dat natuurlijk nog een ander verhaal. Ja. Maar bij de rondleiding wordt er wel gevraagd om... worden ze ook op dezelfde manier benaderd in vraagstelling? Dus het is wel samen, En bij jou? Bij ons is denk ik de mantelzorger niet zo betrokken, tenzij hij zelf de leesbegeleider is. Want we hebben een paar verhalen waarin mensen die opleiding zijn gaan volgen, omdat ze denken, als ik voor mijn moeder ga lezen, dan kan ik eigenlijk evengoed voor een paar andere mensen ook meelezen. Voilà. En die zijn zo die weg gaan zoeken. Maar voor de rest is dat denk ik ook onze zoektocht om te kijken of die mantelzorger daar in de toekomst ook nog een rol kan in opnemen. Ja. Maar Patrick, je hebt heel veel activiteiten ook opgesomd daarnet waar de mantelzorger niet per se hoeft bij te zijn en dat die even inderdaad eens naar de winkel kan of op adem komen of is iets anders kan doen. Hè? Ja, en dan kan het ook wel goed zijn om bijvoorbeeld ook eens alles te proeven thuis. Hè, om bijvoorbeeld van elk van jullie activiteiten is er ook wel wat video voorhanden. Ja. Ook dat kan het helpen om het heel concreet te maken van hoe zal het eruit zien. Zodanig dat die stap gemaakt wordt. Nu, minstens even belangrijk is natuurlijk toch ook wel aan te sluiten bij, in eerste instantie bij wat vertrouwd is. Hè. Op een of andere manier toch duidelijk maken, maar zingen, dat ken ik. Of als je al iemand kent die er naartoe gaat en meegaan. Of inderdaad vertrouwde personen. Of een vertrouwde context. Oké. Ik ga nog eens kijken naar de vragen. Wat kunst betreft, ik krijg een tip. Wat kan je meedelen dat er op 6 mei in Leuven in het provinciehuis een bijeenkomst is van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de VUB voor wie met cultuur bezig is? En daar worden nieuwe methodieken toegelicht. Het is gratis en kadert in een Europees project. Meer info op www.dementie.be. Iets dat jij kent, veronderstel ik. Ja. Dus die tip wordt hier nog meegegeven. En ik vrees dat ik de vragenronde hier ga moeten afsluiten, maar ik wil jullie wel heel erg bedanken, alle vier, voor jullie komst naar de studio. Goed, dank je wel. Ik denk dat we aan het einde van een heel boeiend webinar zijn gekomen en dat we weer heel wat tips hebben gehoord voor mantelzorgers en personen met dementie. Meer info over de 3 boeiende initiatieven van deze avond kunnen jullie terugvinden op de website www.dementie.be en www.sera.coop. Ik maak ook alvast reclame voor de volgende webinars over dementie. Op 24 februari bekijken we samen de mogelijkheden van technologie en 21 maart gaan we dieper in op de problematiek van nachtelijke onrust. Op de website van Sera kan je trouwens dit en ook de vorige webinars rustig herbekijken.
We sluiten de avond graag af met jullie te bedanken om bij ons te zijn. En Maud van Houwaard, meter van het Lezerscollectief, brengt nog een kort gedicht dat ze schreef in opdracht van Dementievriendelijk Gent. Karel Kneut zorgde voor het beeld. Geniet ervan. Zolang. Zolang we maar samen kunnen reizen. Zolang we maar samen de bloemen op ons terras kunnen verpotten. Zolang je maar zachtjes mijn koosnaampje van toen, weet je nog, kan prevelen. Mijn innigste gebed. Zolang we maar samen onze kinderen op de heide zien ravotten en jij daarbij jouw hand in de mijne legt. Zolang je maar zachtjes mijn koosnaampje van toen, weet je nog, kan prevelen mijn innigste gebed. Zolang we maar samen onze kinderen op de heide zien ravotten en jij daarbij jouw hand in de mijne legt. Zolang we maar samen onze kinderen op de heide zien ravotten en jij daarbij jouw hand in de mijne legt. Zolang jij jouw hand in de mijne legt. Zolang ik jouw hand in de mijne. Zolang jij mijn hand. Zolang jij mijn. Zolang zal ik zijn.